Welkom bij Kerstman op de Vlucht. In deze video gaat er één kerstman een poging wagen om van mij een half uur te ontsnappen. Gaat het hem lukken om een half uur uit handen te blijven? Je gaat het zien in Kerstman op de Vlucht. Dit meen je niet! Dit meen je niet! Dit is stom! Nee! Kutzooi! Sta blijven hier! Kut! Oei! Hij komt eraan, dat is het, hè? Shit, man, bro! Bro! Oh, joh. Laat mij die Afrika meenemen, bro. Ik moet die berg in. Goedemiddag, Kerstman. Goedemiddag. Jij gaat zometeen een ontsnappingje wagen om weg te komen van mij. Ja, zeker. Dat gaat wel lukken. Het gaat je wel lukken. Nou, dat denk ik dus niet. Ik krijg van mij zometeen 2 minuten voorsprong. Vandaar kom ik direct in actie. Dan heb je geen telefoon of communicatiemiddel op zak. Je mag één voorafgaande lift regelen. En je dient 30 minuten uit handen te blijven. Lukt dit, dan sta ik in de jacht. En anders ga je snel de cel terug in. Heb je enige vragen hierover of niet? Nee, ik niet. Maar ik zal mijn telefoon en radio eens even op de grond pleuren. Zo, hoppa. Oké, dan start ik hem. 3, 2, 1, succes. Nada, boys. We gaan dit doen. Ja, let's go, Lars. Oh, dit. Lekker man, bro. Oké, nou dames en heren, zoals jullie kunnen zien is dit vandaag het voertuig waar wij de crimineel naartoe mee gaan pakken. Oftewel ItDef Tom. Sowieso als je ItDef Tom wil checken, jongens, check hem in de beschrijving hieronder uit. Wordt enorm erg gewaardeerd. Hij gaat ook hard op YouTube. Maar ja, wij gaan natuurlijk gewoon inhalen met abonnees. Over 22 seconden ontvangen wij de eerste locatie van Tom. We krijgen een automatische waypoint op de map. En vanuit daar mogen wij dus gaan beginnen. Jawel, het gaat door die ding heen. Als het goed is krijgen we de eerste locatie. Hij is al 5 mijl weg. Dat meen je niet. We moeten natuurlijk heel goed uitkijken, jongens, want er ligt heel veel sneeuw. Zoals jullie kunnen zien. En het sneeuwt ook knettertje hard. Maar we zijn onderweg, jongens. En dat is toch wel het allerbelangrijkst. Je mag 10 seconden auto. Ik ga wel aftellen. Dan moet je hem echt stilzetten. 3, 2, 1. Je moet eruit. Ja. Hoppa. Uit. Kom maar, schatje. Let's go. Kom in mij. Kijk uit hoor, wat last als al gecrashed. Eerst eventjes met de boys mee, ik hoorde ook Hedy. En dan, dat is de tactic. Dat we in ieder geval wat tijd ervan af kunnen halen. Oh, joh, ik weet niet. Dit komt er niemand aan. Uit locaties rond, ik mag nog een minuutje in de auto. Oké, jongens, hij gaat hier helemaal rechtdoor. Maar ik ga een afsnijding doen. Ik ga naar de linkersnelweg, want ik heb een vermoeden dat hij gaat omrijden namelijk. Dus we gaan naar de linker snelweg toe. Ik denk dat dat voor nu eerst wel het beste plannetje is. En dan gaan we kijken of we hem kunnen vinden, jongens. Gewoon ook vragen we natuurlijk of mensen hem gezien hebben. Dat is natuurlijk wel een must in dit geval. Want we gaan erachteraan, jongens. Ik zei het, jongens. Hij gaat naar de linker snelweg. Maar hij mag maar maximaal 2 minuten in een voertuig zitten. Dus we moeten hem eigenlijk gewoon zien te vinden, jongens. Yo, kerel. Heb jij een kerstman gezien in een oranje boevenpak? Ja, waar is die? Die zat zelfs bij mijn auto. Echt? Oh mijn god. Ik ga naar de laatste locatie. Hij heeft iemand gezien, jongens, in een oranje pak. Hij zat met Tom in de auto, dat meen je niet. Oh mijn god, we moeten snel achter hem aan, jongens. 800 meter van mijn vlaas bij de haven. Hij moet sowieso een lift krijgen, dat moet wel. Hij heet Haley. Oh, shit. Nee. Moet wel uit de auto, Maar het gaat verwachten. Ja, gewoon wachten. Locatie is nu net verzonden. Hij is hier, jongens. Dit moet hem zijn. Ik vertrouw deze auto niet, jongens. Hij rijdt hier net weg bij die haven. Ik ga nou gewoon deze auto volgen met geluk, man. Hopen dat dit hem is. Ja, dit is hem sowieso. Dit is hem sowieso. En nog 3 seconden, dan weet ik het 100%. Dit is hem niet. Kut. Dit is hem niet. Hij staat nog steeds bij die haven. Kan hij geen lift krijgen of zo? Hij staat nog steeds bij die haven hier. Hij gaat sowieso wachten. Hij gaat er niet een heli klaarstaan. Ik zweer het je. Ik word helemaal gek als er nu een heli klaar staat. Er gaat er niet een heli klaarstaan. Dat gaat echt. Als dat gebeurt, bro. Hij gaat wel me wachten. Dat moet wel. Kijk, jongens. Er staat hier een auto op de weg. Nee, er staat een heli. Er staat een fucking heli. Dit meen je niet, dit is stom, nee! Kut. Yo.
Let's go! Wow, weet je wat ik cool kan doen? Ik heb een parachute bij, maar dat is wel te risky. Godverdomme! Vieze flikkers, ja. Jongen! Daar hadden we je. 15 seconden. Nog 10. 9. 8. Nou, zet hem gewoon hier ergens neer. Zet hem gewoon hier ergens neer. Las, joh. Las blijft er gewoon bij. Uit, uit, uit. Zullen we dan richting stad weer gaan of zo? Zeg maar goed. Oh, Las. Las rennen! Oh, die past niet. Dat is de één persoon. Eén persoon. Rij maar, rij maar. Rij maar, rij maar. Rij maar. Stuur maar politiebelding, Las. Stuur Kamar belding. Nee. Bro, ik mag niet zo lang in de auto. We gaan gassen. Gassen. Gas naar de Kamar HB of zo. Gassen naar de Kamar HB. Koers 2 mijl uit, oké, 2 kilometer, dat is niks. We zijn heel close, we lopen in, dat is heel mooi. We zaten net op 7 kilometer. Nu is het nummer 2. Maar hij is hier naar links gegaan, jongens. Hij deed dat hij linker zo gepakt, hoor. Ik heb een vermoeden dat hij naar Grapeseed is gegaan, jongens. Alhoewel, dit kan het ook zijn. Kut. Maar dat zou ze ook kunnen zijn, ik weet het niet. Dit zou ze ook kunnen zijn. Fuck, ik denk oprecht dat dit ze zijn. Hier is de laatste locatie, ik moet die R6'en volgen, hoor. Oh shit, daar is gewoon een achtervolging. Oh shit. Nou, rij maar gewoon door, rij maar gewoon door. Ja, doe maar die rechts, die car dealer. Doe maar rechts, die car dealer. Verderop. Collega, oh shit. Wacht, laat me jou mee, laat me jou mee. Kan ik met jou mee? Nee, dat is het jachtseizoen, man. Of kerstman op de vlucht. Mag ik mee? Lekker man, mag ik naar... Oh shit, hij rijdt daar. Rijd rechtdoor. Oh, hij rijdt ze langs op. Ze zijn hier echt doorgegaan, waar we nu zijn. Ik denk stad terug, man. Ik denk stad terug. Ik heb niet gezien waar ze heen gingen, man. Ik vermoed dat dit naar de stad terug is. Nog 15 seconden tot een nieuwe locatie. Ik laat hem heel even zo afwachten hier. Ik zou niet weten waar die R6 heen zou gaan, maar daar zat Tom sowieso in. Dat moet wel. Snel de locatie en dan kunnen we door. Ja, wel links. Kut. Oké, hier snel naar onder, Holy shit, oké, we komen wel dichterbij, jongens. 900 meter tot de laatste locatie. Hier is hij geweest. Oké, maar nu moet hij hier zijn. Hij moet een overstapsondertoon hebben. 100%. Die rijdt een R6 weg. Die reed te snel. Oké, ja, hier moet ik achteraan. Hier zit hij sowieso in. Onder die brug heeft hij switched. Moet wel. Maar die R6 die is snel, jongen, oprecht. Die R6 reed te snel. Je moet hem niet kwijtraken, dat is één ding wat mogelijk is. Niet kwijtraken die auto. Tom, wacht je! Dat je aan het Tom? Hè? Nascenti is die, Nascenti. Ja, Nascenti, ik geloof er helemaal niks van, jongen. Kijk, jij bent een topperman. Ik ga veel proberen iets te scoren. Meneer, mag ik met u mee? Maakt me niet uit, ik moet hier weg. Mag ik met u mee? Ja, lekker man, bro. Even kijken hoor. Ja, dat stopt. En nu is mijn locatie verzonden, dus... Dat is helemaal top. Ja man, bro. Ja, kerstman op de vlucht, man. Wil je mee naar eiland? Oha. Nee, dat mag niet, man. Ik mag daar niet heen, anders was ik sowieso meegegaan. Meneer! Kut, sorry, die is AFK. Daar heb ik ook helemaal niks aan. Ik moet deze kever gevraagd. Die heeft hem misschien wel gezien. Meneer de kever! Meneer de Kever, heeft u een kerstman gezien in een oranje pak? Nee, ik heb niet wat. Kut. Jo, meneer, heeft u een oranje pak gezien? Meneer? Een meneer in een oranje pak? Nee. Kut. Heb ik ook niet gezien. Oh, jongens, dat is niet best. Bro, wacht. Bro, laat met je mee. Mag ik mee? Ja? Lekker man, bro. Wat moet je doen? Ja, gewoon weg hier, want die locatie dit is zonde. Gewoon weet je waar het druk is. Ja man, bro. Ja toch. Ja, als je iets hebt, bro, oprecht. Is er iemand die lift kan geven voor Tom in het jachtseizoen? Ja, ze noemt het jachtseizoen, maar bro. Ik snap dat wel. Ja, ik heb nog 1,5 minuut in de auto. 1,5 minuutje. Hij mag maar 1,5 minuut. Oh, als je een heli hebt, hoort dit.
joh, hij gaat gewoon brood. Nou ja, boeien. Oh, dit! Oeh. Lekker man, bro. Hij gaat over 10 seconden mijn locatie sturen. Dat is wel, ah joh, maakt niet uit. Is hij al hier, of moet ik even wachten? Oh, dit! That's crazy. Oh, dit! Ja man, bro. Hey, zullen we hem opwachten? Zullen we hem opwachten of niet? Hij is net de locatie verzonden. Hij staat hier op de fucking ring. Hij staat hier sowieso boven. Met 13 seconden op de nieuwe locatie. Help eens even, joh. Help eens even. Met de kut. Kijk wat er achter me aan zit, maat. Het is toch bizar. Ze geven steeds mijn locatie door, maat. Oh mijn god. Kut. Ik moet de onderkant hebben. Ik moet de onderkant hebben. Fuck, 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 fuck. Hij heeft weer een heli klaarstaan. Ik geloof me boys, hij heeft weer een heli klaarstaan. Hij gaat weer op tijd ontsnappen straks. Hij gaat weer op tijd weg zijn zometeen. Hij staat hier. Oh mijn god. Kut Tom, jongen. Kut kind, jongen. Dit meen je niet. Oh, dan gaat hij weer weg. Oh, daar komt hij aan, hoor. Ja, doei. Bro, ik heb net ook al precies zaal gegaan met andere heli. Ja, besef, hij is gewoon 2 keer geheli. Ja, bro, echt top. Hij probeert te kijken waar we heen gaan. Nou, ik mag nog 1,5 minuut zoiets. Het zijn die 25 seconden voorbij in de auto. Ik mag maximaal 2 minuten in het voertuig. Wat een smeerpijp is het ook, jongens. Die Tom, oprecht. Want hij speelt het heel slim, 100%, maar... Kut, zo kut. Oh, ik baal je zo hard van, jongens. Hij speelt het zo slim. En dat baat me echt zorgen, man, boys. Maar hij moet zo meteen ook uit die helia, jongens. Dat is ook weer iets. Maar hij gaat sowieso naar Sandy, denk ik, man. Ja, hier is de laatste locatie, man. Hier zit hij natuurlijk in de lucht. Ze gaan hem nooit kunnen vinden. Snel tanken, man. Snel tanken. Tom, jij speelt het echt heel slim, maar bro, ik moet een kans hebben om hem te pakken, jongens. Want anders gaat het niet werken. Maar Tom speelt het heel slim tot dusver. Het moet er nu echt landen. Het is wel een klote man, dat die tijd, ja, daar kun je echt niks voor doen. Ik wil er wel uit. Ik kan het niet. Ik jank hem gewoon. Ja! Succes hè. Hoi, thanks! Oké, doe alles aan. Yo bro! Spin maat. Love man, love. Waar moet je heen? Waar moet je eentje? Thanks. Aan een drukke plek. Dus misschien die Sandy Car Dealer of zo, dat we die kunnen halen. Hey Vito, kan ik naar Sandy Car Dealer komen? Is hier een man in een oranje pak met een kerstmuts die een pick-up nodig heeft? Bro, we moeten die Marten gek maken. Over een minuutje wordt weer een locatie verzonden. Dus op zich, hij weet niet waar we zijn. Hij mag zeker op de locatie. Bro, eigenlijk zouden we dat moeten doen. Ah, het is jammer dat ik hem niet in de onderwereld zet, anders zou het wel live zijn. Dan wist ik het wel, hè. Dan gooi ik gewoon AK op hem. Ja, ik kan ook wel vragen. Komt goed. Uit. Echt, thanks voor de hulp, man. Thanks voor de hulp. Bro, jullie kunnen mij mijn lift geven, toch? Iemand van jullie kan mij een lift geven. Uit. Ja, gewoon weg hier dadelijk. Gewoon weer richting stad. Uit. Zullen we hier wachten of niet? Uit, we hebben 2 auto's. Oh, dan kunnen we ook richting stad gewoon gaan, toch? 1,37 mil, jongens. We komen dichterbij, maar hij heeft heel veel auto's, wat ik zag. Er staat een heel peloton, is met hem gekoppeld natuurlijk. Het heeft 1 iemand allemaal op vooraf lopen regelen. Ja, dat is echt insane, boys. Maar het mag wel gewoon volgens de regels. Hij is hier verderop. Oh mijn god. Jongens, we moeten hem hier catchen, man. We moeten hem hier catchen. Daar staat hij, daar staat hij. Hey, staan blijven. Waar is hij, jongens? Hij is daar. Oké, we gaan die auto volgen, man. Ik hoop niet dat ik gepit word of zo. Nu moeten we hem pakken, jongens. Het is nu of nooit. We moeten hem pakken. Hij moet overstappen. We hebben hem gezien, hij zit in deze auto. En nu erachteraan, jongens. Ik pak vast mijn wapenstok erbij, jongens. Ik zweer het jullie. Ah, hij is wel sneller, man. Kut. We moeten zien waar hij heen gaat. Gaat hij links of rechts? Of rechtdoor? Hij gaat rechtdoor. Ik moet nog 5 minuten. Hoe lang moet je überhaupt nog dan? Ja, 5 minuten, man. Vluchten. Nog 10 seconden, man. Dan moet ik een auto hebben. 9 seconden, man. 8 seconden. Oh.
1 seconde, ik moet die uit. Ik ga die auto, die links proberen. Wacht. Ik moet eruit, bro. Kom. Oh ja. Hier komen. Oh ja. Holy shit, bro. Holy shit. Ja, bro, rij. Mag je niet meer zien, dan moet je niet meer zien. Als je je ziet, dan gaan we fucked. Ha, ik word ook helemaal geblokkeerd. Daar rijdt hij. Hier zit hij in, toch? Oh mijn god, jongens. Kut. Hier zit hij in, toch? Beter zit hierin. Ik hoop niet dat ik de verkeerde auto heb gepakt, want dan ben ik de Sjaak. Volgens mij is dit hem, toch? Ja, dit moet hem zijn, man. Hij moet er zometeen nog uit. Dit is niet heel slim van hem, jongens. Dit, volgens mij is dit... Ja, ik zie hem zitten. Hij zit gewoon achter ons. Ja. Oh! Nou, de locatie wordt weer verzonden. Ja, als ik hier nu wat rond ga, mag dat? Ja, doe gewoon. Heel groot. Ga anders gewoon naar die winkeltje of zo weer. Kijken of daar iemand is. Of bij die middelpark garage. Kijk of daar, want ik weet niet wat handig is. Help mij met die fucking Africap, bro. Wat? Laat mij die Africap meenemen, bro. Ik moet die berg in. Kom op. Hij is boos. Kut. Ik krijg onder 30 seconden nu een locatie omdat het laatste 5 minuten zijn. Hij is in die berg hier. Oh. Ja, GG's. Hij heeft het heel slim gespeeld hier. Ik weet niet of hij nog steeds in de berg is. Nee, nog 10 seconden aan de auto. 10 seconden. Rijdt hij daar nou? Hij rijdt hier links, man. Oh, ik moet eruit. Oh shit. Ik moet eruit. Ik moet er stoppen. Stop in deze. Dit is hem. Daar zit hij erin! Hij zit er fucking in, boys! We moeten hem nu catchen! Hij moet overstappen. Staan blijven hier! Holy shit! Kun je naar de... wat is het? Blokkenpark gaan? Naar de Blokkenpark garage? Of Appa is dat? Appa. Ja, Tom, jongen. Echt een vies peuk, jongen. Die kerel... Hij zult het zo fucking slim, maar we moeten hem nu pakken, jongens. We moeten hem in de laatste seconde pakken. Hij zit hier voor ons. Het is nu of nooit, man. 2 minuten nog. Hij, als hij crasht, is hij de Sjaak, hè. Dat is heel erg goed. Crash alsjeblieft, bro. Hij mag hier... Hij heeft 2 minuten in die auto zitten. Dan heeft hij nog 20 seconden straks. Het is hier. Helemaal linksachter. Bij die ladder. Nee! Kut. Hij is hier. Tom, joh, je bent bij mij, bro. Hier kom jij. Oh, bro, ik stress hem. Tom te hard. Ja! Hier kom jij, jongen. Oh, ik stress van tante hard. Je wil niet weten, boys. Tom, hier kom jij. Hij heeft een parachute. Dit meen je niet. Ik kan er niet komen, wel. Wow. Oh, kut. Dus zelfs niet is mijn plan. Hij is gevallen, of niet? Ik ben hem kwijt. Nog 1 minuut. Oh, mijn god. Ik moet naar beneden. Oh, ik had hem echt bijna, man, boys. Kut, waar is die? Ik ben hem kwijt. Oh, shit. Bro. Stop in. Kom, wat dan ook, ze rijden de muur. Snel. Nog een paar seconden, nog 30 seconden. Dat kunnen we halen. We mogen zo lang in die auto. We zijn weg, bro. Laatste hoeken van de straten checken. Ja, GG's. Ik ga dit niet halen, jongens. Oh, slim gespeeld, Tom. Sowieso echt een dikke shout-out naar jou. Nee, daar rijdt hij. Kut. Hij heeft nog 6 seconden. Nee. Stap uit dan. Ja, we hebben gewonnen. Oh, GG's. We hebben gewonnen. Ja, we hebben gewonnen. Zet hem maar stil. We hebben al gewonnen.
We hebben gewonnen! Hoor dit! Ja! Bro, ik stress hem zo hard. Ik kwam op het verkeerde dak. Ik stress hem. Nou, we zijn ten einde gekomen zojuist. En ja, helaas heb ik het verloren. Je hebt het heel slim gespeeld, man, bro. Maar je bent op vrije voeten. Ja, klopt. Wat is dit voor een andere kerstman, joh? Kom maar nou doen, joh. Het was al heel close dat je ontsnapt bent, maar... je hebt het goed gedaan, man. Sowieso. Geloof, man. Was leuk. Oké, de dames en heren, dit was dan alweer de video. Ik hoop dat jullie enorm hebben genoten van deze video. Beloon zeker met een blauw duimpje omhoog, jongens. En abonneer natuurlijk hieronder. We gaan richting de 10.000 abonnees, jongens. We gaan echt knetterchart. Dus als je nog niet geabonneerd hebt, en ook al nee, abonneer je nooit op iemand, jongens, doe het gewoon even. Sowieso daarentegen ook een dikke vette shout-out naar Instagram Tom. Check hem uit in de beschrijving, jongens. Hij gaat ook hard met zijn kanaal. Natuurlijk zou je ook gewoon eventuele verbeterpunten kunnen achterlaten. Dit kan te maken hebben met mijn editwerk, want ik ben natuurlijk net begonnen met editen. Maar je kan ook gewoon laten zeggen van, pak het zo aan en rij naar die locatie en die locatie. Laat het gewoon weten, jongens. Je kan altijd een tip meegeven en wie weet kan ik dat in de volgende video's toepassen. Thanks voor je support, thanks voor de liefde en hopelijk tot snel bij een gloednieuwe livestream en een video van Kerstman op de vlucht. Later.